Vlaanderen. Vlaanderen is een prachtig land, maar we hebben geen grondstoffen zoals diamant of olie. Het enige wat we hebben, zijn onze brains. En daar heb ik afgesproken hier in Gent met een sympathieke studente, Céline. Hallo. Dag Céline, bedankt om het te willen ontmoeten. Heel plezier. Zet u. Dank u. Céline, ik kan me met de deur in huis vallen. Ik ben ook student geweest. Studeren is één deel van het leven, maar uitgaan eigenlijk ook. Voelt je eigenlijk veilig als jonge studenten als je uitgaat? Zelf ga ik heel graag uit in Gent. Dat is het stad van het uitgaan, zeg maar. Maar op vlak van veilig voelen, dat zit heel ver. Ik ben zelf niemand die heel graag alleen op straat loopt. Altijd met vriendinnen of vrienden? Ja, altijd. En uiteindelijk op vlak van, ze hebben zoveel online campagnes of gewoon campagnes rond veiligheid tijdens uitgaan. Maar op een of andere manier voel ik me nog altijd niet super veilig. Nochtans, Gent is het model van links. Zeggen ook Gentse studenten zijn linkse studenten. Dat beweren althans toch de media. Is dat zo? Is de student in het Gent eigenlijk een linkse student? Ik vind het een beetje erg om te zeggen dat studenten links zijn of moeten links zijn, zeg maar. Want ik vind dat iedereen een beetje een vrije meningsuiting moet hebben, vooral op school ook. Dus het is wel jammer als bijvoorbeeld een school echt wel doorsteekt dat je links moet zijn. Vrije meningsuiting vind ik nog altijd belangrijk. En heb je het idee dat je als student je mening kunt zeggen? Of is het beter om als je rechtse mening hebt op je tong te bijten of het anders? Ik heb wel het gevoel dat mensen die een rechtse mening willen geven het eigenlijk ook niet doen. Omdat ze inderdaad bang zijn voor de reacties van andere studenten. En dat vind ik zelf wel heel jammer, want de school moet staan voor vrije meningsuiting. Dus vind ik heel jammer dat mensen toch wel een beetje stil houden, zeg maar. We moeten de academische vrijheid eigenlijk in ere herstellen. Heb je misschien inderdaad nog tips voor collega-studenten die eigenlijk ook kunnen... Goh, tips. Ik ben vooral van het principe, blijf jezelf en laat je niet doen. Heb je een mening over iets, zeg het ook gewoon. Uiteindelijk moet iedereen een beetje kunnen accepteren van elkaar. Als ze het niet kunnen, dan vind ik ze niet echt bepaald menselijk dan, op deze manier. Zij die vaak de mond vol hebben van diversiteit, kunnen blijkbaar niet tegen een diversiteit van meningen. Inderdaad. Tot slot nog een laatste vraag, want dan moet ik terug op stap. Heb je het idee als student dat de politiek luistert naar studenten? Nee, persoonlijk vind ik van niet. Absoluut niet. Nee, ze luisteren veel te weinig naar de studenten. Dus ik heb ook niet het gevoel dat ze ermee bezig zijn. Zeker niet met de coronaperiode die net voorbij is gegaan, hebben ze helemaal niet geluisterd naar de studenten. Als wij in 2024 het voor het zeggen hebben, gaan we extra aandacht verdelen. Céline, dank voor je tijd. Heel graag gedaan. En succes met het examen. Dank u wel. Bye. Dank u wel. Mijn laatste stop in het prachtige Gent zit erop. En nu op weg naar Wetteren, snel wat kilometers doen, want daar wachten weer interessante ontmoetingen.